Wat voor organisatie is Schuldenlab precies? Schuldenlab NL is een landelijke stichting. Een non-profit organisatie die samenwerkt met allerlei publieke en private partijen. Verzekeraars, woningbouwcorporaties, banken, gemeenten, overheden, belastingdienst, noem het maar op. Om eigenlijk knelpunten op te lossen die in het systeem spelen of die de bestrijding van problematische schulden in de weg staan. Het gaat om de inkomenspolitiek, dat heb ik proberen aan te geven. Dan is dat niet primair een lokale verantwoordelijkheid. Omdat we vinden dat als in Almelo iets goed werkt, dan kan dat ook heel goed in Aalsmeer of in Dokkum goed werken. En als Schuldenlab Almelo is een netwerkorganisatie, ook weer van lokale partners, waarin de gemeente Almelo aan het roer staat, hè, samen met die partners. Dus in die zin staat het los van Schuldenlab NL, maar we werken ontzettend nauw samen, omdat wat Almelo doet, helpt Schuldenlab NL, en wat Schuldenlab NL doet, helpt Almelo. U heeft vanavond een presentatie gehouden tijdens het politiek beraad. Kunt u vertellen waar die presentatie over ging? Ik was de gast van de wethouder en eigenlijk van de Griffie om wat te vertellen over de samenwerking van Stichting Schuldenlab NL en Schuldenlab Almelo. Dat 4 maanden geleden er hier is gelanceerd in het bijzijn van onze koningin. En eigenlijk heb ik verteld van het samenwerken van alle partijen, zowel de publieke als de private partijen, omdat schulden niet alleen de mensen raken die zelf in de schulden zitten, maar ook eigenlijk alle andere organisaties als corporaties, energieleveranciers, werkgevers. En we hebben een aantal projecten laten zien waarvan wij denken dat die relevant zijn voor de burgers van Almelo om hen weer een beter perspectief in het leven te geven. Wat wilt u precies bereiken? Onze grote droom is zoveel als mogelijk Almeloers schulden zorgvrij. He, dat is iets anders dan schuldenvrij, want als je een hypotheek kunt krijgen of een studielening waarmee je iets kunt doen, iets goeds kunt doen in je leven, dan is dat natuurlijk een verstandige schuld. Maar als je stress hebt van het niet kunnen betalen van je rekeningen of de hoogte van je inkomen of de schulden, ja, dan gaat er iets niet goed, want daar word je uiteindelijk heel ziek van. Daar heel ontzettend veel stress van. En wat wij willen is dat zoveel als mogelijk mensen die in die situatie zitten, de juiste hulp en ondersteuning geven om uit die stresssituaties te komen. Het zal u maar gebeuren dat u uw baan verliest, dat u ernstig ziek wordt, dat u in een persoonlijke situatie komt die u niet had voorzien. Ja, dat kan iedereen overkomen. Vandaar dat we ook zeggen, we maken geen keuzes in verschillende doelgroepen. Elke burger van Almelo die in een vreselijke situatie zit, ja, die moet in principe op de beste hulp en ondersteuning van zijn gemeente kunnen rekenen.